Steeds meer kankerpatiënten maken gebruik van medicinale cannabis. In 2016 werd er in apotheken 80% meer medicinale cannabis verstrekt dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het SFK. Deze cannabis verlicht niet alleen pijn, maar het heeft ook een sterke ontspannende werking. De allereerste keer dat ik het innam, maar dat was heel toevallig. Toen was ik en heel erg moe natuurlijk. En toen kreeg ik dit en ik gebruik daarnaast dan ook nog wel een half tabletje oxazepam voor het slapen om de spieren te ontspannen. Dus dan gebruik ik dit en dat. En toen had de allereerste keer, ja, ik wist natuurlijk, ik kende het spul. Ze zeggen ook, je begint met een paar druppeltjes en dan iets meer innemen langzamerhand. Maar toen had ik even zoiets s'nachts, oh, ik had me toch een droom. Ik droom nooit, maar ik droomde en ik kon het ook later navertellen. Maar dat was een goede droom, zeg maar. Niks, geen slechtigheid, gewoon een prettige droom. Dus waardoor ik dacht, oeh, dat had ik volgens mij anders niet gehad. En misschien kwam dat toch een beetje hier vandaan, denk ik wel. Daarna moet ik zeggen, ik ben niet iemand van heel tijd dromen, maar ik blijf dit dus wel gebruiken. Ik vind het prettig. Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat daar iets positiefs in zit, ja. Medicinale cannabis helpt kankerpatiënten dus om te ontspannen. Maar er zijn ook andere manieren waarop dat kan, zoals yoga. Wat drink je? Oké, ontspannen. Met een kankerpatiënt is dit een van de eerste basisoefeningen die ik doe. Iedere keer als je op een stoel zit in de wachtkamer om weer naar een behandeling of weer naar een gesprek met een specialist te gaan, dan voel je die spanning toenemen. En dan verkrampt alles. En wat ik mensen dus leer, is om die spanning los te kunnen laten doordat ze goed ademen. En dus het ademen naar je buik toe is een van de belangrijkste oefeningen die ik kan aanbieden. En dat je dan vervolgens die beweging doet met je arm boven je hoofd en terug. En dat je dat synchroon laat gaan. Uit, met je in- en je uitadem. Dat betekent dat je daarmee oefent om die ademhaling als het ware helemaal te weten dat die ademhaling van jou is. En dat betekent plotseling dat je gaat ontdekken dat je ook in dat hele proces zelf iets kan doen. Hoe leer je omgaan met je situatie? Hè? Dat is heel belangrijk. En ik denk gewoon vanuit het reguliere circuit, want daar heb je het dan over, hè, als je normaal gesproken behandeld wordt. Ja, daar heb je natuurlijk gewoon de forse aanpak en die is prima, dat moet ook weer wel, maar om het allemaal te handelen en vol te houden is soms wel goed dat je toch een stukje de alternatieve kanten ook bij mag pakken. Waarbij je wel op moet passen dat je niet verzandt, ja, denk ik, in alleen maar met jezelf bezig te zijn. Maar gewoon doorgaan met leven is ook heel belangrijk, want anders heb je er nog niet van genoten, hè.